Leerdoel: governance, regulering. Corporate governance is van toepassing op zowel organisaties die winst nastreven, profitorganisaties, als organisaties die geen winstoogmerk hebben, non-profitorganisaties. Profitorganisaties zijn ondernemingen als Unilever, Shell en ING. Non-profitorganisaties zijn bijvoorbeeld overheidsorganisaties zoals gemeenten en provincies en organisaties voor goede doelen. Goed ondernemingsbestuur is dus zeker niet alleen van toepassing op ondernemingen ofwel corporates. In die zin dekt het begrip dus niet helemaal de bredere betekenis die het in de praktijk heeft. Als de governance op orde is, kunnen we stellen dat er sprake is van goed of verantwoord bestuur. Bij de inrichting van de governance kijken we naar een aantal componenten door de volgende vragen te stellen: Hoe bestuur ik de organisatie? Hoe beheers ik de organisatie? Hoe leg ik verantwoording af? En. Hoe houd ik toezicht op de organisatie? In eerdere animaties hebben we aandacht besteed aan de vier elementen waarmee we kunnen beoordelen of er sprake is van goed en verantwoord ondernemingsbestuur. In deze laatste animatie over governance gaan we aandacht besteden aan de vraag hoe er nu daadwerkelijk voor kan worden gezorgd dat ondernemingen goed worden bestuurd. Hoe reguleer je de afspraken, gedragsregels en principes? Hoe maak je een transparante set van checks and balances? Hoe controleer je de naleving daarvan door ondernemingen? Is het überhaupt nodig om governance afspraken te reguleren? Kun je er als aandeelhouder of belanghebbende niet van uitgaan dat een onderneming altijd zodanige regels en afspraken maakt dat er sprake is van een verantwoorde bedrijfsvoering? In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Zo blijkt uit vele boekhoudschandalen en misstanden. Daarop komen we straks terug. We kijken eerst naar de vraag hoe we goed ondernemingsbestuur kunnen reguleren. Reguleren kan op twee manieren. Via wetgeving of via gedragscodes. In beide gevallen gaat het om het waarborgen van de financiële gezondheid en continuïteit van bedrijven. In sommige landen, zoals Verenigde Staten, is er wetgeving. Dit is de bekende Sarbanes-Oxley-wetgeving uit 2020, SOX. In veel Europese landen, waaronder Nederland, zijn gedragscodes ingevoerd. De keuze voor wetgeving of gedragscodes wordt mede bepaald door de afweging tussen risico's en de impact op de maatschappij. Als het risico beperkt is en het effect op de maatschappij gering, dan liggen gedragscodes meer voor de hand. In de Verenigde Staten zijn van oudsher veel particuliere beleggers actief op de aandelenbeurs. Mede omdat burgers hun oude dagsvoorziening zelf moeten opbouwen. Dit maakt de risico's groter. Na grote boekhoudschandalen begin 2000 is strenge wetgeving ingevoerd. In tijden van crisis is de neiging groter in te grijpen met wet- en regelgeving. In Nederland is gekozen voor een gedragscode. Voor goed ondernemingsbestuur is goede samenwerking tussen het management, toezichthouders en belanghebbenden van de onderneming cruciaal. Een gedragscode is in het leven geroepen om die samenwerking zoveel mogelijk in goede banen te leiden. De code is door zelfregulering tot stand gekomen. Hiermee worden de belangen van de diverse stakeholders beschermd. De historie van de Nederlandse Corporate Governance Code begint in de jaren 90 van de vorige eeuw. In die jaren waren er een aantal boekhoudschandalen in het Verenigd Koninkrijk. Naar aanleiding daarvan verscheen daar het zogenaamde Cadbury-rapport met aanbevelingen voor een betere governance. Dit leidde in Nederland tot het opstellen van 40 aanbevelingen in zaken corporate governance. In 2003 hebben deze aanbevelingen tot de eerste Nederlandse corporate governance code geleid. Deze is in december 2008 aangepast door de commissie Friends. In 2016 is de code herzien door de commissie van Manen. In de eerste governance lessen waren we op zoek naar een aantal elementen, een framework waarmee we ons een oordeel kunnen vormen over goed ondernemingsbestuur. We bespraken vier elementen. Hoe bestuur ik de organisatie? Hoe beheers ik de organisatie? Hoe leg ik verantwoording af? Hoe houd ik toezicht op de organisatie? In zekere zin kunnen we stellen dat de code eigenlijk een framework is voor goed ondernemingsbestuur. De vier elementen die we bespraken zien we in de code terugkomen. Ze worden in de code meer in detail uitgewerkt. Daarnaast wordt er nog een aantal elementen benoemd die relevant zijn voor goed ondernemingsbestuur. De code zelf behoort tot de verplichte lesstof. We volstaan in deze animatie met een aantal opmerkingen. Deze zijn te beschouwen als een soort leeswijzer bij de code. De code van manen is als volgt ingedeeld: de code heeft een inleiding een preambule met daarin de volgende elementen. rijkwijten, inhoud, uitgangspunten. Aandeelhouders en institutionele beleggers. Verhouding met wetgeving. One-tier bestuurstructuur. Naleving van de code. De code zelf bestaat uit vijf hoofdstukken. De hoofdstukken kun je beschouwen als thema's: Langer termijn waardecreatie. Effectief bestuur en toezicht. Beloningen. Algemene vergadering van aandeelhouders. One-tier bestuurstructuur. Elk hoofdstuk bestaat weer uit een aantal principes, gedragsvoorschriften. Deze voorschriften geven een invulling van de algemene beginselen van goed ondernemingsbestuur. Ze zijn te beschouwen als algemeen geldende normen, zogenaamde best practices. In het eerste hoofdstuk van de code staat direct het meest belangrijke principe. Langer termijn waardecreatie. Na eerdere boekhoudschandalen als gevolg van korte termijn winstbejacht door bedrijven is de lange termijn meer centraal komen te staan. In les 2 kwamen ondernemingsdoelstellingen ter sprake. Daarbij is ook de lange termijn waardecreatie benoemd. In het eerste hoofdstuk van de code staat direct het meest belangrijke principe. Lange termijn waardecreatie. Na eerdere boekhoudschandalen als gevolg van korte termijn winstbejacht door bedrijven is de lange termijn meer centraal komen te staan. In les 2 kwamen ondernemingsdoelstellingen ter sprake. Daarbij is ook de lange termijn waardecreatie benoemd. Met die lange termijn waardecreatie komt de focus meer op het belang van stakeholders te liggen. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen hieraan worden gekoppeld. Dit wordt bij steeds meer ondernemingen speerpunten van het beleid. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op risicobeheersing, rol van de Raad van Commissarissen en werkzaamheden van de externe accountant. In hoofdstuk 2 van de code wordt aandacht besteed aan bestuur en toezicht. Hier treffen we ook elementen die zijn besproken in eerdere animaties. Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan beloningsbeleid en de verantwoordelijkheden daarbij. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de algemene vergadering van aandeelhouders. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de one-tier bestuurstructuur. Dit is de vorm die in Nederland minder voorkomt, maar wel is toegestaan. Maar wie ziet er binnen een onderneming toe op de naleving van de code? Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de code. Naleving is gebaseerd op pas toe of leg uit, comply or explain. Een code geeft, anders dan wetgeving, de ruimte om af te wijken. Die dient dan wel te worden onderbouwd. Hoe door de organisatie wordt omgegaan met de code wordt in een afzonderlijk hoofdstuk in het jaarverslag opgenomen. Er ligt ook een belangrijke taak bij de externe accountant. In de rapportage naar de Raad van Commissarissen rapporteert de accountant over de toepassing van de code door de organisatie. Er zijn instructies beschikbaar gesteld door beroepsvereniging voor accountants om die rapportage te kunnen maken. De Corporate Governance Code is gemaakt voor beursgenoteerde ondernemingen. Goed ondernemingsbestuur is echter ook relevant voor andere type ondernemingen. Inmiddels zijn er dus ook codes gemaakt voor midden- en kleinbedrijf. Die codes zijn minder omvangrijk. In feite gaat het om Small Business Governance. Maar die is zeker niet minder relevant dan de governance voor grote organisaties. De inhoud is veel meer toegespitst op de gang van zaken bij kleinere ondernemingen. Naast gedragscodes voor beursgenoteerde ondernemingen en MKB zijn inmiddels ook codes ontstaan in veel andere sectoren. Hierbij kun je denken aan codes voor ziekenhuizen, scholen en woningcorporaties. Voor de governance van deze instellingen is de term public governance meer passend dan corporate governance. De Raad van Commissarissen bij publieke instellingen of non-profit organisaties heet meestal Raad van Toezicht. De rechtsvorm is in veel gevallen een stichting. Extern toezicht geschiet door de overheid. Denk aan Inspectie voor Zorg en Onderwijs. De non-profit sector kent een eigen dynamiek met een grote rol voor diverse stakeholders. Dit stelt, gezien het grote maatschappelijk belang, hoge eisen aan de governance. Dat is ook gebleken bij diverse schandalen bij onder meer woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen. We kijken nog even verder naar schandalen en misstanden in ondernemingen. Er kunnen diverse elementen zijn die ervoor zorgen dat een onderneming verlies leidt en uiteindelijk niet kan voortbestaan. Dit kan variëren van fraude door een medewerker of door een buitenstaander. Ook kunnen de financiële resultaten met opzet rooskleuriger worden voorgesteld dan ze zijn. Een reden hiervan kan zijn het positief willen beïnvloeden van de beurskoers door het management. Om dat te realiseren wordt er een creatieve boekhouding gevoerd. De misstanden komen voor in zowel profit- als non-profit organisaties. Als de organisatie niet gezond is en failliet gaat, zijn er grote gevolgen. Denk aan ontslagen werknemers en het niet meer leveren van betaalde goederen en diensten. Ook resteren vaak schulden van de onderneming aan financiers en toeleveranciers. Op het moment dat een organisatie failliet gaat, heeft dat een groot effect. Het maatschappelijk belang om een onderneming gezond te houden is dus heel groot. In de afgelopen vier eeuwen, sinds de oprichting van de VOC, is het vertrouwen in het bedrijfsleven keer op keer geschaad. Elke keer heeft dit geleid tot nieuwe en aangescherpte regelgeving. Alleen al in de laatste dertig jaar, de jaren negentig van de vorige eeuw tot heden, kunnen we diverse voorbeelden vinden van boekhoudschandalen in binnen- en buitenland. Zeker vanaf 2000 is het erg turbulent geweest wat betreft de economische ontwikkelingen. Er zijn verschillende boekhoudschandalen geweest en beleggers verloren de voorzichtigheid uit het oog, met als gevolg flinke verliezen. In de lessen zullen we voorbeelden behandelen van een aantal boekhoudschandalen en misstanden. De belangrijkste les uit deze periode was dat organisaties zelf en de maatschappij samen een gedegen basis moeten vormen voor goed ondernemingsbestuur. In eerste instantie lag de nadruk op regels en bevoegdheden, maar in toenemende mate ligt de nadruk op gedrag. Mede om die reden is de Corporate Governance Code tot stand gekomen. Een belangrijk principe in de code is de gewenste aandacht voor het creëren van waarde op de lange termijn. De praktijk heeft geleerd dat niet alle aandeelhouders de tijd willen nemen voor het toevoegen van waarde op de lange termijn. Aandeelhouders die veel meer een korte agenda hanteren, proberen dit in de praktijk soms op een agressieve manier te realiseren. Deze aandeelhouders noemt men activistische aandeelhouders omdat ze zich intensief bemoeien met de bedrijfsvoering. De agressieve stijl van deze aandeelhouders kan tot uiting komen in het zoeken van de publiciteit en het aanspannen van rechtszaken. Hiermee wordt gepoogd een strategiewijziging te realiseren. Soms wordt aangedrongen op opsplitsing van het bedrijf. Doel is steeds het verhogen van de waarde voor aandeelhouders op de korte termijn. Een hogere winst kan leiden tot een hoger dividend. Dit kan het bereiken van de langetermijndoelstellingen in de weg staan. Ga naar onze website voor veel meer oefenopgaven en uitleg over GRC. Wil je over andere onderwerpen in het vak GRC leren, check dan de playlist Introductie GRC. Vergeet niet je te abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe animaties en andere economische vakken.